Best for Soil, solarisatie, voor- en nadelen. Hallo, mijn naam is Miguel en ik ben een specialist op het gebied van solarisatie, een grondontsmettingsmethode die hier in Zuid-Spanje wordt gebruikt. Deze methode heeft voordelen, maar natuurlijk ook nadelen. Deze wordt gepresenteerd en uitgelegd in deze Best for Soil video. Dentro het project Best for Soil. Ik inviteer je om het te Solarisatie alleen of met toevoeging van organische stoffen, biosolarisatie, is een zeer efficiënte grondontsmettingsmethode. Het vermindert gemakkelijk het niveau van ziekteverwekkers in de bodem voor het planten. En dit is een belangrijke factor op gronden met een voorgeschiedenis van bodemziekte. Intensieve gewassen zijn gevoelig voor aanvallen van bodemziekteverwekkers en aaltjes, en het komt vaak voor dat meerdere soorten aanwezig zijn in onevenwichtige bodems. Solarisatie en biosolarisatie hebben voordelen, aangezien beide technieken een breed scala aan effecten hebben, zodat het beschermingsniveau voor het volgende gewas hoog is. Vergeleken met chemische ontsmetting of ontsmetting met stoom. Heeft solarisatie een lagere kostprijs met een goede efficiëntie? Andere voordelen ten opzichte van conventiële fumigatiemiddelen is de afwezigheid van vervuilende reststoffen. Een tijdsinterval voor het planten is niet nodig, waardoor het mogelijk is om de periode braak te verkorten. Solarisatie en biosolarisatie zijn natuurlijke methoden, toegestaan voor alle soorten gecertificeerde productiesystemen, inclusief de biologische landbouw. Bovendien draagt biosolarisatie bij aan de vermindering van het afval dat in de landbouw wordt geproduceerd, aangezien plantenresten als organisch materiaal kunnen worden gebruikt voor biosolarisatie, dus hergebruik van de biomassa op het bedrijf. Er zijn echter enkele nadelen verbonden aan solarisatie. Zeer specifieke omstandigheden zijn nodig om efficiënte resultaten te verkrijgen. Voornamelijk hoge temperaturen en zonnige dagen, die niet altijd zullen overeenkomen met braakliggende periodes in gematigde gebieden. Bovendien moet deze periode meer dan vier weken duren en idealiter zes weken. Deze periode kan langer zijn indien een groen bemester gebruikt wordt voor biosolarisatie. Solarisatie is een maatregel die is ontwikkeld voor de glastuinbouw. Grote percelen in de akkerbouw vereisen grote hoeveelheden plasticfolie... die worden blootgesteld aan wind, vogels en andere dieren. Omdat de kassen tijdens de solarisatie volledig gesloten zijn... worden dergelijke problemen vermeden. Ondanks het feit dat plastic... Voor solarisatie geschikt is om te recyclen, is plastic in het algemeen een controversiële grondstof voor elke menselijke activiteit, inclusief de landbouw. Een ander nadeel van de solarisatie is het effect op nuttige organismen. De meeste nuttige schimmels zullen afnemen in gesolariseerde bodems, maar sommige nuttige bacteriën zullen het overleven of zelfs in aantal toenemen. Daarnaast kan uitlogging van mineralen of verontreinigde stoffen een ernstig probleem vormen. Daarom is het belangrijk om de vochtigheid van de bodem te controleren voordat de bodem wordt bevochtigd en afgedekt. Een overmatig vochtige bodem is ongewenst.